voor een ski. Here's a little song I wrote. You might want to sing it over or no, so don't worry. Be happy. But when you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Ooh, 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 ooh. Yes. Ooh, ooh, ooh. Got my purse in your head. Somebody came and took my purse. Don't worry. Stark. Ain't got no cash, ain't got no star. Play my ukulele, makes me smile. So don't worry. Be happy. Hey, don't worry. Be happy. Cause when you worry, your fears will fall. And that will bring everybody down. So don't worry. Wauw. Ik was echt volledig vergeten dat wij hier in de blind auditions van Voice Kids waren. Dit was een optreden. En ik kan het weten, want ik ben als eerste omgedraaid. Dus ik heb het bijna volledige optreden gezien. En fantastisch gewoon hoe je daar staat met je gitaartje, supermoedig. Ik vind dat zalig dat je dat durft, dat je dat doet. Ik heb een hele goede hulpcoach, Wouter, die ook een beetje gitaar speelt. Ik zelf een heel klein beetje, maar hij kan u daar zeker bij helpen. En ik zou u heel graag in mijn team willen. Ik heb een zwak voor zangers, zangeressen zoals jij, die zichzelf ook nog eens durven begeleiden en kunnen begeleiden. Dat geeft blijk van hoe muzikaal jij bent. En jij hebt mij heel happy gemaakt, dus kom alsjeblieft bij Team Sean. Jij zit hier ook gedraaid, hè? Ik werd helemaal vrolijk van u te horen en toen we omdraaiden van u te zien. Je bent echt een plezier om naar te kijken en dat is ook belangrijk. Je steekt echt je hart daarin. En ik denk, als we nog aan leuke acts kunnen werken en inderdaad aan het begeleiden op instrumenten, wat dat wij ook kunnen met onze hulpcoach, dan ben je altijd welkom in Team K3. Wat ik bij jou heel fijn vind, is die timing waarin jij zingt. Het is heel los. Het is gewoon, gewoon die reggae-vibe. Ja. Mm-hmm. En ik denk dat ik jou daar het beste in kan begeleiden, eigenlijk. Ja. Oké, nu liggen onze troeven echt allemaal op tafel. Of tot daar op het podium. Nu is het aan jou om te kiezen. Luxe probleem. Oh, ik vind het zo moeilijk. Dat is ook moeilijk. Ik ben als eerst gedraaid. Dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Ik kan niet. Dan gaan we toch voor Sean. Hè? Oh, super. Kom hier. Welkom in mijn team. Jij hebt topper. Met zoveel charisma. Oh, heerlijk. Goed geef ze maar een applaus. Allee. Oh. Alsjeblieft, zeg maar aan je familie. Ik had een eentje. Proficiat. Super. Oh, yes. Als dat de Voice Kids niet was, dan had ik heel erg gescheld. Hoe voelde het?
Oh, ik had daar super veel zin in. En het hing ook niet met mijn kleding. Ja. Maar toen plotseling draaide Laura en ik zo van... Oh my god. Ja. Het was ook echt zo... Ja. Ja, als je terug gaat zien op tv, ga je heel hard lachen. Ja. Ik heb echt magie gevoeld tot achter die stoel. Ja. Daarvoor zit ik daarvoor hier. Drukken, daarvoor drukken. Nou, ja. Voor een superleuke vibe heb jij gezorgd al vandaag, Box. Top, dat is al in orde. Ik vond Jolien een heel vrolijke meid. Ja. Ik baal daar wel van dat we haar niet hebben. Ach ja, heeft elke keer een kandidaat erbij. Op een beetje een hoger niveau. Alright! Oh, daar zat ik op te wachten. Gers, Laura en K3, you know I love you, maar in your face!